Angela de Jong slacht een onwaardig op 1 af. Angela de Jong zat gisteren met stijgende verbazing naar een talkshow op 1 te kijken. Volgens haar kunnen de dubbele petten nu echt niet meer door de beugel uitroepteken. Naast NRS en hele zenders, hakt Angela ook regelmatig een programma in de pan via haar goed gelezen natcolumns. Ook de nieuwste is weer vlijmscherp en netgie. Ze vindt het namelijk niet kunnen dat Op1 af en toe een van de eigen presentatoren uitnodigt als gast om iets te pluggen. Angela vindt het zelfs incestueus en onwaardig, schrijft ze. Het gaat vaak over de dubbele petten van Peter R. De Vries. Maar laten we het eens over Op1 hebben, want ook daar lopen de rollen steeds vaker door elkaar. De ene dag zit iemand er als presentator, de andere dag als gast omdat er een nieuw programma gepromoot moet worden. Vervolgens komt ze met een paar treffende voorbeelden. Angela telt inmiddels 6 gevallen van presentatoren of redacteuren die in het eigen programma verschijnen. Van Seppie Hielbrand, Thies van den Brink en Sander Schimmelpenning die hun eigen programma's kwamen pluggen, tot een theoloog die on the site een boek promote, waar de broer van Thies aan meeschreef. Ik neem aan dat Thies dit jaar een extra duur verjaardagscadeautje krijgt van zijn broer, grapt ze. Misschien moet ik ze er even aan herinneren dat exact dit wij van wc-eendgedrag een van de oorzaken was van de teleurgang van RTL Latenacht. Op1, dat komende zomer wat presentatoren gaat switchen, ontpopt zich volgens de columniste tot een uiterst handig reclameplatform voor alle betrokkenen. En dat kan blijkbaar gewoon bij de publieke omroep. Het wachten is nu tot Peter R. De Vries invalt als presentator. De hele column van Angela de Jong kun je hier lezen.